Goedenavond. De Olympische Winterspelen van 1980 zijn in Lake Placid in de Amerikaanse staat New York. De Koude Oorlog is op zijn hoogtepunt. De Sovjet-Unie is net Afghanistan binnengevallen. Oorlog is het ook in de Nederlandse vrouwenschaatsploeg. Er is sprake van jaloezie en wantrouwen. Dagblad Trouw schrijft over die ploeg met onder andere Ria Visser en Annie Borkink. Dat die in Lake Placid evenveel te zoeken heeft als pinguïns in het Amazonegebied. Lake Placid, dat is eerst en vooral de 5 gouden medailles van Eric Heiden. Ondergesneeuwd in het collectieve geheugen is een boerendochter uit de Achterhoek die de schaatswereld versteld doet staan. Borkink, Annie Borkink. Na 34 jaar keert zij terug naar het ijs van Lake Placid. Dit is de Olympic Center. Hé, hey, daar ligt de baan. Mooi, hè? Dit was onze weg. Zo. Mooi. En dat ze dan nog een ijsvloertje inleggen. Met dit koude weer. Jammer dat je niet kunt schaatsen nu. Ja, ja, nee, dat vind ik echt jammer. Hier, hè? Hier was het. Annie Borkink, een onverwachte Olympisch kampioene. Hoe heeft ze dat kunnen klaarspelen? Want Annie is geen supertalent. Ze moet er keihard voor werken. En dan nog kan ze vrijwel nooit met de allerbesten mee. Annie komt in 1972 in de kernploeg. 4 jaar later mag ze meedoen aan haar eerste Olympische Spelen in Innsbruck. Het is geen succes. Na die spelen komt er een nieuwe coach. De jonge Ab Krook moet proberen een moeilijke groep jonge vrouwen te begeleiden. Ja, dan kwam ik toch als coach van begin 30. En met een stel meiden die een aantal jaren jonger waren, maar ook niet zo gek veel. Ja, ben je toch een beetje in diepe gegooid. De kernploeg voor de Olympische Spelen van 1980 in Lake Placid bestaat uit 4 rijdsters. Annie Borkink, Sijtje van der Lende, Heidske Peilman en Ria Visser. Ik heb nooit beseft, dus pas sinds vandaag, hoe groot het leeftijdsverschil was. Ja, ik was 18. Ja. Ja. Heidske was tijdens spelen iets van 6 of 27. Sijtje was 30 en Annie was 29. Ja, 28. Dus dat leeftijdsverschil, dat speelde natuurlijk een ontzettende grote rol. En de allerjongste en de beste van de ploeg. Ja, dat zet de toon wel. Eigenlijk. En wat bedoel je daarmee? Dat zit de toon? Nou, dat je niet de beste vriendinnen van elkaar wordt. Naast de slechte prestatie is er volgens Annie ook gedoe over de nieuwe Olympische schaatspakken. Er zijn er in eerste instantie te weinig. En ja, dan is het gevecht van wie krijgen die pakken. En er was 1 heel klein S'je en 1 maat groter. En dan was het gevecht om het pak S natuurlijk. Ja, Heidske paste erin, Ria paste ik en ik paste hem ook. Maar er werd me wel duidelijk gemaakt dat ik daar niet in kon, want ik had een maat groter nodig. En ik geloof dat Annie mij voor was. Dat is een ding wat zeker is. Dat die, tenminste, volgens mij heeft hij toen dat pak aangetrokken. Ik zeg, ik rij een WK, ik wil dat pak. En ik heb dat pak ook gepakt en op die WK ook al gedragen. Was er gedoe over onderling? Ja. Net voor de Spelen verloopt het WK Sprint in West Allis ook al niet best. Sijtje staat aan de start en die werd gelijk gedisqualificeerd. Waarop ik, toen stond ik nog aan de kant, waarop dan eentje van de KNSB gelijk roept... Naar huis met dat zootje, wat hebben ze? Ze hebben niks te zoeken in Lake Placid. Zo ging het. En ja, dan denk je ook van, wat moeten we met zulke opmerkingen? Ja. Maar het zegt misschien wel iets over het gebrek aan vertrouwen in jullie. Ja. Nou, kijk, wij hadden ook helemaal niet goed gepresteerd.
Hoe vond jij toen de sfeer in de ploeg? Ja, geweldig. Nee, natuurlijk niet. Vond jij vraag naar de bekende weg, of niet? Die werd verpest op het eind van de WK-sprint. S'avonds bij het banket. Daar werd hij eigenlijk best wel flink verpest. Ook wel al de eerste perikelen om dat wedstrijdpak. Maar toen zaten we aan het banket en... toen stond er nog een dikke telefoonrekening op. En... het eerste wat ze zeiden, die zal wel van Borking weer. Dat zeiden de andere schaatsers? Dat zijn het was of Heidsken of Ria, weet ik niet. Oh, jeetje. spannend. Maar dat zegt jou helemaal niet. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Ik... Nee, ja, jammer. Ja. Ja, echt. Ja, meestal onthoud je de goede dingen, hè, van het leven. Maar toen had ik echt, er werden zulke dingen gezegd dat ik gewoon dacht van nog één woord en ik steek je aan het mis. Want het bleef maar doorgaan. En kijk, maar wat werd er dan gezegd dan? Precies weet ik het niet meer, maar het ging puur constant over die telefoonrekening die er open stond. Dus ik zou dus stiekem gebeld moeten hebben van hun kamer af. Nou, en dat stak me echt. En je kan wel wat vertellen over iemand, maar dat ik stiekem op hun kamer moest bellen. Dat gaat gewoon te ver. Ja. Toen was ik echt wit heet. Ja. Vaak hoor je dingen pas achteraf. Hè? Kijk, als je erbij zit, hè, dan kan je ook meteen optreden. Ja. Maar als dat wat op afstand is, dan is dat veel moeilijker natuurlijk. Ja. Ik voelde gewoon dus dat ze mij moesten hebben. En het maakt ook niet uit wie, maar Seitje en ik waren twee kampen, zeg maar. Seitje en ik trokken veel met elkaar op. En Heidsken en Ria. Ja. En dat gebeurde ook, we zaten ook maar zelden met elkaar aan tafel. Je hebt wel eens gezegd, eigenlijk hebben al die problemen, zeg maar, die er waren in die ploeg, hebben mij ook ontzettend gemotiveerd. Ze hebben mij gemotiveerd en inwendig boos gemaakt. En ze hebben denk ik ook de kracht naar boven gehaald die ik zelf nooit gekend had dat ik ze had. Ik raakte bijna emotioneel, dat geef ik eerlijk toe, maar ik wilde niet huilen, want ik denk nee, dat hoort niet bij mij op dit moment. Ik voelde me heel klein, dat zo'n klein meisje uit de Achterhoek daar maar gewoon op het hoogste schafotje staat in het grote Amerika. En dat maakt mij dan heel klein. Maar er wordt wel eens gezegd dat een tweede plaats niet telt. Jij pakt een tweede plaats. Ja, nou, het is dus voor mezelf zo dat... Annie is eerste geworden. Ik vind het klasse wat ze gedaan heeft. Maar het is voor mij wel zo dat ik ben dit seizoen nog niet door een andere Nederlandse verslagen op de 1500 meter. En dat gebeurt dus vandaag wel. Ik geloof het voor mezelf dat als bijvoorbeeld een Beth Heide of een Peto Seva eerste geworden was en ik was tweede geworden, dat het toch iets anders geweest was als nu. Zit er nog ergens pijn? Kijk, waarom Ria het mij niet gunde, heeft ze mij nooit verteld. Toen ik ook al die foto's daarna zag, ja, daar was ik best wel een beetje verdrietig om. Want we hadden ook met twee vrolijke dames met breed lachend op de foto kunnen staan. En nou heb ik overal foto's waar ik breed lachend ben en Ria met een heel triest gezicht. Ik heb het daar moeilijk gehad, punt. Ja. Dat is het verhaal. En dat, that's it, punt. Ja. 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 En dat is iets anders dan misgunnen? Dat is totaal iets anders dan je bezighouden met het misgunnen van iets aan iemand. Het moeilijk hebben heb je dan met jezelf.